Hoe komt mijn termijnbedrag tot stand? Het termijnbedrag is het bedrag dat je maandelijks aan ons betaalt. We berekenen jouw termijnbedrag als je klant wordt, verhuist en na elke jaarafrekening. Om de hoogte van het termijnbedrag te bepalen, berekenen we eerst hoeveel energie je komend jaar waarschijnlijk nodig hebt en wat dit gaat kosten. Dit bedrag verdelen we over 12 termijnen. Dit is je maandelijkse termijnbedrag. Je betaalt dus een voorschot. Bij het bepalen van je termijnbedrag kijken we naar 3 factoren. Allereerst het gemiddelde van je energieverbruik op jouw adres. We kijken wat je gemiddelde energieverbruik was in de afgelopen jaren. Ben je net klant of net verhuisd, dan gebruiken we het jaarverbruik van jouw adres. Dit ontvangen we van de netbeheerder. Daarnaast houden we rekening met het weer. Net als alle andere energieleveranciers gebruiken we een rekenmodel op basis van graaddagen. Ten slotte kijken we naar ontwikkelingen op de energiemarkt. Door verandering in vraag en aanbod kunnen onze tarieven stijgen of dalen. Dat zijn de leveringskosten. Naast onze leveringskosten bestaat de energieprijs uit netbeheerkosten en overheidsheffingen en BTW. Wij dragen deze kosten af aan de netbeheerder en de overheid. Door regelmatig te checken of je termijnbedrag nog past bij je verbruik, voorkom je verrassingen op de jaarafrekening. Je checkt het zelf via het termijnbedragadvies in Mijn Vattenfall. Maar heb je een slimme meter en toestemming gegeven voor het dagelijks uitlezen van jouw meterstanden? Dan geven wij je per mail regelmatig een seintje. Je weet meteen of je nog goed zit met je verbruik en je termijnbedrag. Ons seintje is slechts één van onze handige services. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar vattenfall.nl/zesservices.